De Centrale Bank van Suriname werkt eraan om de wisselkoers duurzaam te stabiliseren. In dat kader werkt de bank onder andere aan het versterken van de internationale kasreserves. Bankfunctionaris Sanjay Gaurishankar gaf in een presentatie aan dat de bank in dit kader goud gaat opkopen in SRD's. Deze presentatie was deel van de informatiesessie die de bank gisteren heeft gehouden voor de media. Gaurishankar zegt dat het opgekochte goud tegen een hoge prijs verkocht zal worden wanneer de prijs gunstig is. Een andere manier is de afspraak die we hebben gemaakt met de banken om de kasreserves die in het buitenland waren eigenlijk terug te brengen. Op de rekening van de centrale bank, die middelen worden gepoeld en eigenlijk met die reservepool gaan we die beleggingen doen. Als individu met een bepaald bedrag je gaat beleggen, krijg je eigenlijk minder dan wanneer je als collectief dat bedrag aan een investmentbanker of wie dan ook geeft om dan te beleggen. Dus we kunnen daarmee een hoger rendement halen. Gaurishankar zegt verder dat de bank tegelijkertijd werkt aan de sociaal-economische ontwikkeling. Dit zal ook een bijdrage leveren aan een duurzame wisselkoersstabiliteit. Daarin is fintech-ontwikkeling, financial inclusion, awareness van dat we eigenlijk moeten gaan richting digitalisering, minder gebruik van cash. En daarmee zijn we bezig. Bankfunctionaris Sanjay Gaurishankar. Hij benadrukte dat afroming van SRD's, het bevorderen van de sociaal-economische ontwikkeling en het versterken van de internationale kasreserves alle bijdragen aan het duurzaam stabiliseren van de wisselkoers.